Welkom bij de 4.2 Leren Biocast. En leren doe je heel vaak, dus we gaan eens kijken hoe dat werkt. Eerst eens bij een hond. Deze hond krijgt straf. Nu leert hij geen gedrag aan, maar hij leert wel bepaald gedrag af. Maar omdat je hem ook wat wil leren, zou je hem ook moeten belonen. Met belonen kun je gedrag aanleren. De vorm van leren is niet leren. De persiste is niet leren. En imiteren. Een andere vorm van leren is oefenen. Deze man heeft gewoon heel vaak die sprong gedaan. En daardoor kan hij het door heel vaak doen. Oefenen dus. Deze duif heeft een probleem. Hij wil bij het blaadje komen. En hij gaat daarvoor een oplossing bedenken. Nog niet. Leren door na te denken. Hij mag dit nog nooit eerder gezien hebben. En hij mag ook niet zomaar proberen tot het lukt. Dat is inzicht. Hier wordt iemand geïnterviewd en dan gebeurt er wat. Wat je hier ziet was een reflex. Een reflex is een handeling die je automatisch doet en die je steeds op dezelfde manier doet. Maar ook toen je pas geboren was, had je al reflexen. Deze baby zie je de loopreflex bij. Dat kan die al vanaf dat hij geboren was, heeft hij niet hoeven leren. Gedrag aanleren. Deze vogels, die hebben dat spergedrag niet hoeven leren. Dat was aangeboren. Vanaf dag 1, toen ze uit het ei kwamen, konden ze dat. Deze eendjes, die eendenkuikens, die hebben geleerd dat die grote eend rechts hun moeder is. Dat leren wie hun moeder is, dat kan maar in een hele kleine, kritieke periode, de gevoelige periode. En dat is imprinting. En dat is tevens de laatste vorm van leren. En het einde van deze biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.